Ik krijg vaak van spelers de vraag wat nou goede oefeningen zijn. Nou, belangrijk is dat je je veel concentreert op korte afstanden. 1,2 meter, 1,5 meter. Dat zijn de afstanden waarop de spelers zich daadwerkelijk kunnen onderscheiden. Belangrijk daarbij, als je die afstanden gaat trainen, is dat je nadenkt. En dan geef ik een heel simpel voorbeeld. Als ik korte puts mis, weet ik dat ze rechts langs de hol rollen. Mijn miss zit voornamelijk op rechts. Nou, nu ben ik erachter gekomen, doordat ik met mijn hoofd naar achteren beweeg, druk ik de putter eruit en mis ik op rechts. Dus de oplossing is voor mij geworden mijn ogen fixeren op de bal en zorgen dat ik met het lichaam meedraai in plaats van met mijn hoofd naar achteren gaan hangen. En dankzij het nadenken heb ik dus hele waardevolle informatie gecreëerd. Mocht ik op de golfbaan straks mijn korte puts rechts missen, weet ik hoofd stilhouden, lichaam meedraaien.